Bijzonder aan dit werk vind ik dat je weer mensen van kunst kan laten genieten. Naast het feit dat het ook echt geweldig is om aan hele mooie werken te mogen werken. Dit is een schilderij van Meijer uit 1656. De Spanjaarden vertrekken hier uit de stad Breda. En heel herkenbaar is hier het silhouet van de grote kerk. Een hoop soldaten, maar ook andere personen. Net als deze meneer die dan de stoet zeg maar een beetje leidt. Er gebeurt een heleboel, terwijl in eerste instantie het gewoon een soort van parade is. Er raakt eigenlijk niet uitgekeken. Na het reinigen van het hele schilderij is er eerst een vernislaag overheen gezet. Zodat je een barrière hebt tussen het originele werk en hetgene wat ik allemaal straks ga toevoegen. Omdat alles wat er toegevoegd wordt, moet er ook altijd weer afgehaald kunnen worden. Daarna komt er nog een eindvernis om het geheel af te sluiten en dat het dan een egale glans krijgt. Ja, hier zie je een aantal figuren, maar door de reinigingen van iedere restauraties zijn ook de bovenste laagjes een beetje beschadigd. Dus het is een beetje vlekkerig bijna. En als je dan die puntjes instipt, dan worden het ineens echt wel weer figuurtjes. Zo komen ook heel veel details ineens naar voren. Hier in dit schilderij zie je nog twee grote schades, hierboven en deze beneden. Dus daar heb ik nog wat retoucheerwerk aan. Maar straks, als het goed is, zie je er helemaal niks meer van. Dus kom dat zien.